Yes, yes. Dit is Keizer en Zo. Met zijn nieuwe video. Wat is dat? Oh. Ruik je weer iets? Ze ruikt weer iets hoor. Tongetje eruit. Ja. Oh, wow. Nou, ik heb dus een ontbijtje gemaakt. Heerlijke speklap. Met gesmolten kaas en volkorenbrood. Jonne, kom. Ja, dat is lekker, hè? Dan wil je ook wel een stukje. Nou, gisteren was ik dus te moe om te vloggen. Ik heb de hele dag geslapen. Dat meen ik echt. Ik denk dat ik om een uur of 9 s'avonds al in slaap viel. Toen ben ik om 5 uur wakker. Dus we hebben onze 7 uurtjes rust gepakt. En Bionde die is ook uitgerust, zo te zien. Met een gelik en gestrik en gewik en geweeg. Nou, ik heb de was gedaan. Zoals jullie zien, helemaal geweldig. Gisteren 2 biertjes gedronken. Hé, Bionde, nou is goed. En ik ga nu even eten. Even een happy eten. Zo. Nou, dan gaan we het vandaag weer meemaken. Eerst even meedoen met Omroep Max. Hap. Hap. Ja, onbegrijpelijk hè. Dat het nog kan. Nou. We gaan het meemaken, jongens. Yes, yes. Nou? Zou je schelden? Zou je zeggen dat ik een klootzak ben? Ja, dat ben ik ook. Ja, zou je vloeken? Zou je zeggen dat je me niet meer kent? Ja, het is nu 10 uur geweest. Precies 10 uur geweest. Nou, dat kan dus niet. Precies 10 uur geweest, maar het is wel 10 uur geweest. Nou, ik was de laatste tijd nogal busy, met een dikke slissie, en dat doet me niks niet. Ja jongens, ik neem nog maar een bak cappuccino, rappuccino, flappuccino, elpuccino en een pino. Nou, wat wilde ik nou nog zeggen? Oh ja, er was een, ik heb de laatste tijd niet meer zoveel privéberichten van vrouwen, gelukkig. Omdat ik de laatste keer of 2 keer iets op Facebook had gezet. Dus ik heb de vrouwelijke, tussen haakjes fans een beetje op afstand gehouden hiermee. Maar nou was er toch weer een durf. En godverdomme joh! Cappuccino in de goot! Hè? Nou, dan was er toch weer een vrouw die zich dapper waande. Die mij voor de 2e keer weliswaar midden in de nacht een appje stuurde. Op privébericht op Facebook. Want ik kan wel geblokkeerd zijn, maar ik kan wel chatten. Dus ik kreeg een berichtje van een Sanne Kollen. Een hele mooie blonde dame. Met, yo, Keizer, waar hang je uit? Ik heb geen YouTube trabadoer. Dus die heeft geen YouTube. En dan denk ik van, hé, hey, Keizer, waar hang je uit? Bladibladibla. Yo, en zelfs gebeld. Weet je wel, ik denk waarom? Voor de 2e keer, dat is echt een mooie meid. Ik denk dat 99% van mijn volgers, mannelijke volgers dan, zouden zeggen van ja, die doe ik wel even. Zelfs degene die op het andere geslacht vallen. Ja, laat ik het even netjes formuleren. Maar ja, dan denk ik bij mezelf, ja, als je 2 flessen wijn op hebt, dan durf je wel een appje te sturen. Maar als ik dan een appje terugstuur, dan is het helemaal... Dan doe je net alsof ik er niet meer ben. Daar heb ik toch zo'n hekel aan. Weet je wel. Of app me gewoon normaal of app me gewoon niet. Ja, nou, dus ik heb nog maar een handjevol vrouwelijke mensen met wie ik app, gelukkig. En de rest is allemaal een beetje, ja. Gelukkig dat ze het zelf ook doorhebben, nu. Want als ik dan dieper wil ingaan op bepaalde vrouwen, dan zeggen ze van, ja, maar je gaat me doen op Facebook zetten of op social media. Ja, dat klopt, dat ga ik ook doen.
Want ik wil niet dat nepgedoe, weet je wel. Dat je dan helemaal dronken bent en mij een app stuurt. Of dat ik alleen belangrijk ben, omdat ik... Ja, daar heb ik mijn gezin, man. Rot toch op, joh. Dus, dat wilde ik toch nog even kwijt. Yes, yes. Keizer en zo. Hallo, fijne dames. Hebben jullie toevallig... Jullie hebben een misdrijf gepleegd. Jullie worden opgezocht door de politie. Is dat zo? Want ik zag jullie net vandaag gedragen. Kom jullie voor het eerst in Arnhem? Ja. Ja, dat bedoel ik dus. Ik zal de politie wel even gaan bellen, want het is niet koosje. Nee, nou wat zeg jullie? Ja, jullie hebben net heel verdacht gedragen en ik moest erachteraan gaan. Dus. Nou, dat is, omdat jullie je verdacht gedroegen. Jawel. Hè? Hoe bedoel je? Wat ga je doen dan? Nee joh! Oh, nee joh! Nee, sorry, ik bedoel het niet zo! Nee! Mevrouw, wie is je tasje? Wat ga je doen? Nee! Oh, niet zo! Waarom? Nee, dit is jouw broer? Wie is dat jouw broer? Ben jij echt haar broer? Oh, wegwezen! Oh, joh. Oh, wat flauw zeg. Oh, zeg ik het altijd weer. Sjoe, jongen. Ho, meneer. Dit kan niet de bedoeling zijn, hè? Nou, nee, dat kan niet de bedoeling zijn. Nee, kan maar niet. Waarom? Nee, u moet in de bus blijven. Ja, u moet de bus blijven beheren, want anders loopt het helemaal spaak. Ik beheer de bus op afstand, hè? Ja, nee, meneer. Hop, hou de bus in. U denkt dat ik een grapje maak? Ja, dat maak je zeker. Maar... Ja, dat klopt. Ik maak een grapje. Ja, joh. Het is juist goed als chauffeur dat je eventjes de benen strakt, hè? Oké, okay, nee, is goed. Dan mag het. Voor deze keer, werk ze. Ik wens jou een fijne dag, hè? Bedankt, doei. Nou jongens, de zon die schijnt. De lucht is blauw. Ik ben niet stoned. En Sanne, ik hou niet van jou. Hihi, we gaan beginnen jongens. Yes. Hoppa. Ho mevrouw. Mevrouw, ho. Zou u alstublieft die hond niet willen mishandelen? Wij zijn van de dierenbescherming en de dierenpolitie. Maar ik zag dat u meetrok. Het nekje brak bijna. Dus, wat doen we daar tegen de volgende keer? Sorry? Wat doen we de volgende keer tegen? Gewoon meenemen. Goed zo. Dus bij deze, u bent gewaarschuwd. Ja? Dank u wel. Doei, fijne dag. Oh, Sanne. Ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een andere mij doet het pijn. Want jouw liefde, waarmee jij me soms verblijft. Zou je even je mond komen? Wil ik liever voor altijd. Doe het even in je mond. Als ik dacht dat ik jou had. La. Onvoorstelbaar en zo. Nou, hatje, daar zijn we dan. Hop. We moeten even overstappen. Hallo fijne meneer, hoe is het met u? Hatje. Maar waar moeten we overstappen? Zwolle naar Kampen. Voor Kampen. Even kijken. Zus van Breda? Nee, dat moeten we niet naartoe. Ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander. En mij doet het pijn. Want jouw liefde. Hop. Wow. Hij staat helemaal hier. Helemaal afgelegen, man. Hop. Oh, jongens toch. Hallo, lief mensen. Was goed? Ja, hoor. Oké. Okay. Oh, wat een gezellig treintje. Ja, Kampen. 12:30 zijn we er. Zo. Oh, kijk hier dan eens. Dat is ook apart. En die uitklapbare tafeltjes. Su zit ook fijn aan het tafeltje. Niet op Nee, niet. Hi lieverd. Nou, wij gaan gewoon aan dit tafeltje. Wow. Ja, zo. Even settelen. Hop. Daar zijn we dan. Hallo lieverd. Alles goed? Ja.
Wat dacht je? Ik doe ook eerste klas vandaag. Ja. Het is wel een stiltecoupé, hè? Hou je er wel een beetje rekening mee? Nou, ik wel, maar jij niet. Oh, oké. Okay. Doei, doei. Als ik dacht dat ik je had, maar dat jij je weer bedacht. Onvoorspelbaar en zo onverwacht. Hatsje, nou daar zijn we dan. Kampen. Hey, en er staat gelijk al een karretje klaar voor mij. Helemaal lief. Nou jongens, dat is even fijn. Keizer en zo'n mobiel. Ja, met sleuteltje erin. Dat is toch helemaal geweldig. Tja. Nou. Hi. Even kijken. Nou jongens, we vallen dus met de neus in het karretje. Tja. Nou, dat is dus kampen. Meneer, is dat karretje van u? Nee hoor. Oh, godverdomme man. De karretje staat helemaal open. Van wie die is, nee? Oh, daar hebben we gelijk een soort opdracht, nu we hier net zijn. Van wie is dat karretje? Ja, want we zijn wel geliefd, hè? Ja. Ja, het is maar goed dat ik een goed mens ben. Wat is het voordeel van deze dag? Nou, het voordeel van deze dag. Houd het al, hè? Ja, doe ik, zeker. Ik ga eventjes iets goeds doen voor de mensen. Want ja, weet je... Ik vind het een beetje raar. Meneer? Hallo meneer. Staat u toevallig uw karretje daar nog? Nee? Oké. Okay. Stap nou weer. Kom je een kamp aan? Val je gelijk met alle shit. Godverdomme. Ja, ik moet het toch aan de mensen vragen, want anders gaat het knagen aan me. Want een karretje is toch misschien is het wel van iemand die nog net hier naartoe kon strompelen. Ik weet het allemaal ook niet hoor. We gaan het in ieder geval even vragen hier zo. Hallo fijne mevrouw. Hallo lieverd. Hoe is het met jou? Goed? Hi meneer. Daar staat een karretje op het Centraal Station. Onbeheerd. Wat ben je aan het doen daar? Onbeheerd. Dus ik wil even vragen aan de mensen of ze misschien een karretje daar missen. Want anders dan wordt hij misschien meegenomen. Het is best wel een geliefd karretje. Neem hem maar mee. Ja, zo ben ik niet. Hallo lieve mensen. Ik heb een vraagje. Er staat hier een karretje. Zo'n hoe noemen ze dat? Invalide karretje of voor oudjes, weet je wel. Heel geliefd. Met sleutel erin, in het contact. Kunnen jullie misschien vragen van wie die is? Want anders wordt hij misschien meegenomen. Het is een heel geliefd karretje. Oh. Dat is echt zo. Dat is geen grap. Zal ik hem even pakken? Ja, we hebben niets gevonden, hè. Ja, maar weet je, ik kan hem... Wat ben je er binnen? Oh, sorry meneer, ik wist niet dat u meteen... Nee, maar zal ik hem even meenemen dan anders? Ik ben even gestolen. Ja, maar dan denk je straks dat ik hem heb gestolen. Ja, want u brengt het wel. Ja, oké, is goed. Dankjewel. Doei, doei. Nou, dan gaan we maar eventjes het karretje naar het politiebureau brengen. Als ze me, met mijn antecedentenlijst, ik weet niet of dat nou wel zo'n goed idee is, joh. Weet je? Ja, dan moeten we naar het politiebureau. Dat is voor mij ook nieuw. Oeh! Nou, ik vind het niet normaal dat hij hier zomaar open staat. Maar goed. Of iemand zit op de wc ergens. Ja. Nou, ik heb in ieder geval mijn eigen beeld als bewijs. Oh, daar is het politiebureau. Recht tegenover me. Nou ja zeg. Ja, dan is het nog wel te doen. Ja, toch? Ik vind het een hele vreemde situatie, jongens. Ik heb altijd van die rare dingen. Net aangekomen op station en meteen weer dit. Nou. Ja, hij staat er nog steeds. Nou, jongens. Ja. Dan moeten we maar even naar het politiebureau brengen, hoor. Want dit kan ook niet. Ik kan niet zo blijven staan, jongens. Dit is heel raar. Nou, daar gaan we dan. Hop. Op naar het politiebureau. Oh, Sanne. Ik weet dat er heel veel mannen zijn.
Elke keer weer een ander. En mij doet het pijn. Want jouw liefde. Ik ga hem naar het politiebureau brengen. Goeie daad, hè? Anders wordt hij gestolen. Ze zijn heel geliefd. Doei doei! Wil ik lieve, 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 lieve voor altijd. Als ik dacht dat ik je zag. Onvoorspelbaar en zo onverwacht. Hatje! Nou, dus rijden we dan. Onderweg naar het politiebureau om het goede te doen. Ja. Eerst even bij de mensen. Ik moet natuurlijk wel getuigen hebben. Hè? Mocht het allemaal. Oh, mocht het allemaal in de soep lopen. Zo. Dit is hem, jongens. Ja, naar het politiebureau. Zo. Jongens, dit is hem. Ik zal hem even laten zien. Hallo. Dit is hem, jongens. Ja, voordat hij gestolen wordt. Voordat hij gestolen wordt. Ja, is goed. Is goed. We gaan hem dus voor zorg dragen dat hij bij de politie komt. Ik vind het niet normaal. Ja. Doei, doei. Bedankt, hè. Nou, daar gaan we dan. Naar het politiebureau, jongens. Want misschien is die van iemand... die inderdaad... ja, waarmee er iets gebeurd is. En dat, ja, dan kunnen ze hem hier registreren. Heb ik weer. Nou, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om hem te laten staan. Nou, het is wel een klein politiebureau, jongens. Ik weet niet of er iemand is. Maar dat maakt niet uit. Het is voor het eerst voor mij in mijn leven dat ik iets goeds doe. En ik hoop dat het inderdaad ook in goede aarde valt. Want, ja. Ik ben natuurlijk ook niet de beroerdste. Ja hoor. Is het politiebureau dicht? Dat meen je niet. Er zit geen hond. Ja hoor. Als je ze nodig hebt. Godverdomme jongens hé. Ja, hier ben ik flauw van. Tjonge, jonge, jonge. Hop in achteruit en dan gaan we dan. Is gewoon dicht. Ja hoor. Waar zijn ze nou als je ze nodig hebt? Dat is echt... vieze kutwouter. Dat maakt niet uit. Tjonge, jonge. Ik ken dat ding niet hard, hè? Godverdomme. Nou, echt een snelheidsduivel ben ik ook niet. Nou, dan moeten we hem maar weer terugzetten. En dan gaan we gewoon eventjes... nou, dan zetten we hem hier gewoon neer. Dan staat hij in ieder geval in de zicht. Zo. Jongens, de politiebureau is dicht. Dus ik laat hem hier staan in de zicht. Ik ben een vlogger. Dan weten jullie dat. Ja, is goed. Als er iemand komt... ik heb ervoor gezorgd dat de sleuteltje... ja, doe ik. Ja, nee. Hè, ze zijn heel geliefd, die dingen. Dus ik ben toevallig een vlogger en ik zag het. Mensen, bedankt hè. Fijne dag. Doei doei. Hatje, dan gaan we weer. Hatje, nou dan rijdt er nog één. En wij gaan gewoon naar vloggen, want daar zijn we hier voor gekomen natuurlijk. Hop hop. Oh Sanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander en mij doet het pijn. Nou, we zijn dus net in Kampen aangekomen. Geweldig man. Hallo fijne vriendinnetjes, hoe is het met jullie? Alles goed, ja? Wat gaan we doen vandaag? Wandelen. Wandelen, dus jullie zijn de wandelaars van Kampen. Hey, ik heb even een vraagje. Dat is ook meteen mijn thema voor vandaag. Waar kunnen we jullie s'nachts voor wakker appen? Lekker net slapen. Ja, toch wel hè? Ook niet voor iets lekkers? Iets... nee, zoals ik. Grapje, nee, is goed joh. Ik ga weer even verder kijken. Doei, doei lievers. Nou, jongen, we zijn net in Kampen. Ja. Oh, ik denk al, dan zullen we het al krijgen. En wanneer ben ik hier voor het laatst geweest? Ik zou het niet weten. Kan jou niet vergeten. Jawel, dat weet ik nog wel. Dat is alweer jaren geleden. Ik denk een jaar of 12 jaar. 14 jaar. Dat is een van mijn eerste vriendinnetjes. Jeugdvriendinnetjes. Echte kalverliefde. Paula heette ze.
Ja, het was een mooie tijd. Paula, span. Ja. Dat was een Pools meisje. Nou, dat zullen we er hebben. Paula! Ja, een Pools meisje toch? Pools! Ja, zeker weten. Hallo fijne meneer, oude krullenbol. Ja, nee, het is goed. Ja, nou. Hallo lieverd, hoe is het met jou? Zou ik jou iets mogen vragen? Waar kunnen we jou s'nachts voor wakker appen? Voor bier. Voor bier? Ja. Oh, wat een plezier. Wat een vertier. Dat is de enige manier. Maar je hebt nog gelijk. Ook klier. Bedankt hè, doei doei. Hallo fijne mensen. Eet smakelijk ten eerste. Nou, wij kunnen jullie s'nachts wakker appen voor een broodje gyros. Of wat is het? Absoluut. Ja, precies dat dus. Nou, mijn vraag is meteen al beantwoord. Oh, wat een mooie binnenstad. Wauw. Nou, ik vraag me nu nog steeds af van wie dat karretje is. Ja, misschien moet ik me daar niet meer zoveel zorgen om maken. En gewoon verder kijken wat hier... Hallo lieverds. Hallo. Hallo. Wat hier allemaal te doen is. Dus. Ja. Oh, Sanne. Ik weet dat er heel veel mannen zijn. Hij mag wel iets lichter, ja. Het is, ja, 12:30 of 1:00 is het al geweest. Ja. We lopen nu bij de markt. Hallo fijne mensen, een hele gezegende dag gewenst vandaag. Hetzelfde. Ja? Mag ik jullie iets vragen? Heel snel. Liever oh, liever niet, oké. Okay. Nee, maar ik vind niet zo fijn als gefilmd wordt. Oh nee, dan ga ik weer verder. Hatsje. Ja. Nou, dit is dus de markt. Kijk eens, wat een fijne mensen, joh. Vishandel Bottenberg. Of niet, meneer? U bent van de Bottenberg. Ja. Ja, ja, laat ze niet rotten, hè, want dat vind ik heel erg. Och, jongens toch. Eet smakelijk, meneer. Dankjewel. Nou, kaashandel. Ook helemaal leuk. Het is klein, maar het is wel heel fijn. Hallo, lieverd. Ik zag jou zo verliefd naar me kijken. Zou ik jou eens mogen vragen? Waar kan ik jou s'nachts voor wakker appen? I speak English. Oké. Okay. Can I make you in the night? In the night. When it's cold. And I think, nee. Can I wake you up? No, no, oké. Okay. Is goed. Ja, mijn Engels is ook blabbert, joh. Dat is helemaal niks. Ja. En eigenlijk, zou ik misschien een banaantje mogen? Een banaantje? Ja, banaantje. Ja, dankjewel. Hoppa. Bedankt, hè. Hop, nou, een gratis banaantje jongens, kijk eens. Marktkoopman is altijd aardig. Nou, ik heb zelf ook op de markt gewerkt, dus ik weet hoe het werkt. Ja, hallo lieverds, hallo. Uw stoepje bak ze graag bruin voor u. Oude bruinbakkers. Hallo lieve mevrouw, zou ik iets mogen vragen? Nee, niet, vandaag niet. Oké. Nou, dat was de markt. Heel fijn en gezellig. Kort maar krachtig. Hallo, hoe is het? Hebben jullie ook nog pepernoten? Pepernoten? Nee, oké, okay, fijne dag. Ik ga er weer als een banaan vandoor. Hop, oeh. Nou jongens, het was kort maar krachtig. En wij gaan even verder kijken. Yes, yes. Keizer en zo. Oh meneer, meneer, ho, ho. Heeft u misschien een broer die ook zo'n karretje heeft? Misschien, toevallig? Nee hoor. Niet? Want wij zijn dan eigenlijk ook een beetje op zoek naar iemand die ook zo'n karretje heeft. Oh. U weet niemand die nog toevallig een blauw model heeft? Nee. En die, nee, ook toevallig met een iets op de achterkant? Nee, echt niet meneer? Nee. Nee, dan weet ik genoeg. Is goed. Doei, doei. Nou, we zijn bij de Gasthuisstraat. We komen net van de markt af. Ja, we gaan als een banaan. Gaan we met die banaan? Klaas, licht en lampen. Hier verkrijgbaar. Nou ja zeg. Hè, voetjes vegen. Hop, hop. Zo. Klaas licht en lampen. Nou, dan gaat er toch een lichtje branden. Tididididi. Tididididi. Hè. Hallo fijne Klaas. Kan ik wel? Ja, ik wil alleen maar even zeggen dat ik het licht heb gezien. Top. Dank u wel. Hou vast, hè. Doei, doei. Hatsje. En dan gaan we weer.
Nou, daar heb je weer zo'n karretje. Het is echt karretje staat hier in Kampen. Nou, hop. Hallo lieve mevrouw, zou ik u iets mogen vragen? Zeker. Waar kan ik jou? Ik weet niet wat je naam is. Mijn naam? Ja? Marianne, nou wat een mooie naam. Waar kan ik jou s'nachts voor wakker appen? Waar kun je mij s'nachts voor wakker ja. appen? Nou? Behalve dan voor mij. Ja! You keep on dreaming. Ja! Je kunt mij voor wakker maken, voor chocoladeijs. Vrouwen, ze zijn ook allemaal hetzelfde. Ja. U ook mevrouw? Ook chocoladeijs. Doei doei. Ja. Ook ijs. Ja, ja hè? Ja. U bent een ijskoude killer. Is dat zo? Nou, ik ben geen killer. Geen killer? Gelukkig niet. Maar ik wel, pas op, een grapje. Doei doei lieverd. Doei doei. Wat zie ik nou dan weer? Hè? Wat is dat nou weer? Mijn interesse is gewekt. En het ruikt ook zo lekker. Geweldig. Bij de bioscoop en Grand Café nog wat, even enjoy. Oh, Café Eigenwijs, ja nou snap ik het. Jullie zijn natuurlijk eigenwijs. Ja. Nou jongens, ik schuif aan tafel, want ik ga bij jullie vandaag lekker barbecuen. Dat vinden jullie vast wel een goed idee. Ja, dat wordt to go hè. Oh, to go. Nou, dan kan ik ook wel wat halen. Ja, hey jongens, even een vraagje hè. Niet allemaal tegelijk antwoorden, maar kan ik jullie ergens 's nachts voor wakker appen? Ja, voor gebak, nee. Voor gebak. Wow! Voor gebak? En u mevrouw? Laat me raden, voor vlees. Nou, je kan mij net nergens voor wakker maken. Nergens voor wakker maken. Nou, ik geef u groot gelijk. Hé jongens. Ik zeg altijd maar zo, eigenwijs is ook wijs. Ja. Doei doei! Doei. Nou jongens, jullie zien het in Kampen. Dan kunnen jullie ook bestellen to go. Je kunt helaas niet zitten, dus. Wij gaan even verder kijken wat Kampen ons te bieden heeft. Hallo fijne mensen. Hebben jullie toevallig een plantage op zolder? Is hier de plantage? Ja, daar is de plantage. Nee, of jullie een plantage op zolder hebben. Een wietplantage. Op zolder. Nee, ik bedoel of jullie misschien toevallig jullie zelf schuldig maken aan strafbare feiten. Strafbare feiten. Strafbare feiten? Ja, of jullie een wietplantage op zolder hebben toevallig. Nee, niet? Niet liegen tegen mij, hè, want ik kom jullie helemaal leeg over. Nee joh. Hallo lieverd, heeft u misschien een zus die ook zo'n karretje heeft? Want wij zijn op zoek naar een blauw karretje. Of iemand die een blauw karretje kwijt is. Heeft u het al gehoord in het nieuws van kampen.nl? Niet? Oké, dan ga ik even verder, ja? Doei lieverd! Nou, wij gaan even verder kijken. Nou. Laat zo het mondkapje vallen. Dat is toch niet normaal? Hè? Ze lieten het mondkapje vallen, die mensen. Oh, nou. Ja, ik ga het even attenderen, want dit kan niet de bedoeling zijn hier in Kampen. Zo. Mag ik het even bij? Hallo, hallo. Meneer, hallo. U liet het mondkapje vallen. Ja. Oh, wat zie ik daar? Het is niet de bedoeling dat jullie met bier gaan lopen. Dat is niet de bedoeling. Nee. Hoi jongens. Dit is aanstootgevend voor de andere mensen in Kampen. Dus ik zou even willen adviseren om het blikje even weg te doen. Of in ieder geval er iets omheen te doen. Adviseren? Ja. Meer kan ik niet doen jongens. Fijne dag. Doei doei. Dat is niet normaal. Hè. Laat ze eerst het mondkapje vallen. En dan ook nog eens een bier in de handen. Ik vind het niet normaal. Maar ja, wie ben ik? Waarom wat centen te verdienen? Hatsje! Maar straks ben jij alleen. Voor je heerlijke vriend. Waar jij dit geld voor verdient. En weer een openstaande... Ja, wat is het? Wow! Een Cannondale! Mevrouw! Ik wil er even op wijzen dat hier een Cannondale staat van bijna 2000 euro nieuwwaarde, misschien wel meer. Dat klopt, hè? Heel goed. Met het sleuteltje er nog in. Oh ja, maar ik let toch goed op haar. Ja, maar ik was al weg geweest. Maar u zit mij nu zomaar te filmen. Nee, omdat wij u willen waarschuwen natuurlijk. Kijk, sleuteltje zit er nog in. Ja, dat klopt, ja. Ja, nee. Ik ga er zo op weg, hoor. Gelukkig. Hartelijk bedankt. Weet je wat wij altijd zeggen? Nee. Gelegenheid maakt de dief. Ja, dat klopt. En ik ben geen dief. Nee. Meer tussen haakjes, dus u heeft geluk. Doei doei! Nee, bedankt hoor. Ja, nee. Ik vind het niet normaal.
Ja. Maar ja, in kampen zal het waarschijnlijk de doodnormaalste zaak zijn. En wat mensen ook zo vaak hebben, dat is gemakzucht. Je hoort het al wat ze zegt. Van, ja, weet je, ik let erop of ik kijk ernaar. Nou, geloof me maar, ik was echt wel weg geweest. Maar ja, nou ben ik nou niet de type om hier in kampen een fiets te gaan stelen. Ten eerste omdat de kans dat je gepakt wordt heel groot is. En ten tweede, ja, weet je, wat heb je er nou eigenlijk aan? Dat is zelfs die overvallers, weet je wel, op René van der Grijp. En op die Nicky Tutorials. Ja joh, dat denk ik bij mezelf, dat is toch gewoon hartstikke triest, man. Dat je gewoon de doos van Pandora ophaalt en dan niks gaat doen uiteindelijk. Nee, maar ik bedoel, weet je, dat je dan mensen gaat observeren en heel veel moeite gaat doen. Voor uiteindelijk, wat is het? Een horloge. Doei doei. Wat ik aan het doen ben, ik ben interviewer. Wat? Interviewer. Oh. Ja, kijk, zij gaat bij de leegverkoop staan, daar staat er ook lekker op. Ja, maar... Hatsje, joppa! Ja, is goed. Doei, doei! Hey maatjes, wat zijn jullie aan het doen? Praten. Nee, jullie zijn gewoon verliefd op die meisjes. Zij geven naar me toe, jullie staan te posten. Beetje iets te oud, denk je niet? Iets te oud? Ja, je hebt gelijk. Doei, doei! Hatsje! Nou, we gaan weer. Was heel gezellig in kampen. Hele fijne mensjes, hallo. Ja. Wij gaan langzaamaan weer onze weg terug vervolgen. Want ik vond het, wat ik zeg, gezellig. Hallo fijne meneer, hoe is het met u? Hoi, goed. Ja, goed, oké. Okay. Ja, de karretjes die blijven hier maar rondrijden, zoals jullie zien. Het is echt bizar gewoon. Ja, het is echt bizar. Ja. Kijk, ze zitten ook. Volgens mij is dat hem. Nee, dat is hem niet. Nee. Dat is hem niet. Nou jongens, ik zal je blijven volgen, Keizer en zo. Dit keer vanuit kampen. Toi toi! Toi toi! Doei doei! Doei doei! Doei doei! Ja, ik ga weer terug naar Arnhem. Hatsje, daar gaan we weer. Nou, voordat we weggaan. Hier moet je zijn. Visit Kampen. Als je hier dan toch moet zijn, dan zijn we er ook maar even dan. Hè? Gaat Keizer en zo even een kijkje nemen. Ah, kijk ze zitten. Ach jongens toch. Wat een wind weer. Hop, hop, hop. Wow, dit is wel hoog. Maar we doen het gewoon. Ah. Niet schrikken mevrouw. Niet schrikken. Nou. Gaan we hier gewoon eraf. Welkom. Wat leuk dat je er bent. Hihi, dat je er bent. Ja, ik ben er. Ja. Zal de deur open zijn? Ja, de deur is open. Hatje, hop. Oh, wat hoor ik daar nou weer? Hallo fijne mensen. Ja, voordat straks de hel losbreekt, kom ik nog even op visite. Want hier moet ik zin. Wat leuk dat je er bent. Ik ben er. Oh, ja, maar helaas mag ik nog niet. Oh, jawel hoor. Ik ben Keizer en zo. Ik ben vlogger. Ik mag alles. Maar je mag wel even plaats maken. Oké. Okay. Ik ben niet welkom hier? Nee, sorry. Jongen, ik had net zo zin in een biertje. Ik zit aan het einde van mijn vlog, jongens. Gunnen jullie mij geen biertje? Nou, jammer. Nou, dan ga ik weer. Doei, kampen. Doei, doei. Hatje, daar gaan we weer. Tot, kiekers. Lekker slapen. Staat er ook nog. Slapen. Nou ja, of slopen. Ja, het zal wel. Nou, jammer dat ik geen biertje kon krijgen. We zullen de deur netjes dicht doen. Zo. Hop. Die is dicht. Ja, dan gaan we weer. Ik vond het een hele relaxe stad. En Overijssel. Nou, bedankt dat jullie mij allemaal blijven volgen. Ik zal in Arnhem nog een stukje vlog meepakken, zo schoonlijk. Dan gaan we het... weer een fietssleutel. Ja joh. Ja, dat is niet normaal man. Er staan nog net geen auto's met sleutel erin. Ja. Doei doei! Doei doei! Hatsje! Hallo mensen, welkom dat jullie er zijn allemaal. Ik zou zeggen, blijf me volgen op Keizer en zo.
Ik probeer elke dag voor jullie een video te plaatsen. Het lukt niet altijd. Maar ik hoop toch echt uit de grond van mijn hart dat jullie mij blijven volgen. Nou, dat is een goed idee. Nou, dat is goede promotie. Ze fietsen ook allemaal weg. Dat is lekker dan. Jongen. Oh, u wel. Oké. Ja. Nou jongens, ik ga weer terug. Woe! Eens even kijken of het karretje er nog staat. Hey. Hatje, daar gaan we dan. Nou, het zou vast wel goed gekomen zijn met het karretje. Hier rijdt de politie al. Ik zie hem nog steeds staan, dus. Ja. Wat ik zeg. Het zou vast wel goed gekomen zijn. Oh jee. Of toch niet?